bij me ligt, dat is Lady. Ja, en ik moet er ook zo uit, want Jeannette komt zo. Dus ik ga ook nu eventjes aan mezelf denken. Ik heb haar ook gevraagd of hij Lady eventueel even kan uitlaten. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen. Karen en Roderick, ja, dat zijn wij. Het is vandaag maandag 31 juli 2023. En het is nu 7:15 in de ochtend. Ja, we hebben alweer wat kilometertjes gedaan hier in de mall. Ja, inderdaad. En daar is het wacht op Rovan. Die pakt namelijk een kar. Ja, precies dat. En wij gaan eens even weer kijken wat hier te beleven valt. Ja, eens even kijken of er nog wat leuks is hier te behalen en zo. Ja, je weet het nooit, hè, vanzelf. Nee, dat weet je nooit. Of er nog wat te beleven valt. Hé, mijn genade. Dus dat. Niet. Rekken en strekken. Nou, ik kan hier zo'n lachje van af. Nee. Dus even kijken. Hé, hey, Ro, we hebben weer brood. Hé, hey, granalen. 2,50, dat is niet meer. Ro, tempo, brood. Brood. Er is weer brood voor je. Er is weer brood voor je. Dat zeg ik, er is weer brood voor je, genoeg. En er is ook boterhamworst voor een euro voor je. Kokkels hoef ik niet, vind ik echt niet te eten. Ik wou het even anders gaan zeggen, maar dat ga ik niet doen. Oh, mijn god, een euro voor de Hollandse Nieuwe. Maar zou ik gewoon lekker meenemen. Voor een euro, ja joh. Hè? En dan deze meenemen, want dat vindt er ook toch niet lekker. Ik wel. Ik wel. Nou, dat is 10 euro dit. Hartstikke mooi. Normaal is het vele malen duurder. Voor 4 bakjes 10 euro. Ja, zeg ik. En dan nog zo. Ga ik zoveel opeten? Nou, dat is wat je niet wil. Maar dan misschien eventjes, nee, misschien eventjes een bolletje. Wat wil je, bolletjes? Bolletjes, ik heb niet de witte. Schat, nee, ik wil gewoon, laat die gewoon voor jou, please. Leer dat ook eens even te begrijpen. Kijk, gewoon een beetje met boter erop. Hartstikke mooi, gezond en wel. Kijk, heb ik mijn eten. Heb ik mijn eten, ja, helemaal goud. Kijk, want dit hoef ik niet. Deze ook niet. En mensen, dit is dus namelijk niet verse vis. Als je echt verse vis aan je dier wil geven, moet je echt even naar een viszaak gaan. Ja, dat wou ik je gaan zeggen. Viszaak, ja. En ze hebben hier ook kaas, hè, voor 50 cent. Ah. Maar je hebt hier van die 3 bolletjes. Wat en wat betekent die? En die 3 bolletjes. Ja, vertel. Integriteit. Oh, wacht even. Nee. Uit je hoofd. Kom op. Integriteit maakt mij te bereid. Even iets harder praten, schat. Integriteit. Integriteit maakt mij een behulpzaamheid. Dat is mooi. Toch?
Oh, focus. Ja, en daar staan dus die drie bolletjes voor. Ja. Ja. Deze zes bolletjes voor staan, als ik trek krijg, ga ik ze opeten. Echt, hè? Zes bolletjes voor. Ja, precies dat. Ja, dat is een euro, ja. Welke kant wil je op gaan? Vertel. Ik hoor je niet. En de klanten willen je ook wel graag horen wat je zegt. Fucking lekkere worst. Ja, mag je vloeken? Nee. Dat staat wel fucking. Fucking of fucking? Ja, weet ik allemaal niet, schat. Ik weet het echt niet. Dus ga me dat alsjeblieft ook niet vragen. Ik weet het niet. Dat is wat ik bedoel. Ik weet het niet. Dus dan kun je het wel gaan vragen, maar ik weet het niet. Ho. Ja. Voor. Of een gram? 165 gram. Nee, 165 gram. 165. Ja. Deze voor 499 gram. 500 gram. 499,9 gram. Dit weegt ook nog, dat is geen borst. Ah, schijt toch uit. Nee, ja, dat is fijn. Witte deze. Nou, dan moet je dat lekker gaan doen. Helemaal goed. Ja, is goed. Ga jij maar lekker terug. Helemaal goud. Af en toe, oh, hij moet echt, voor mijn gevoel, ik weet niet of jullie hem verstaan hoor, maar ik versta hem dus niet. En ik heb zoiets echt van, maar dat praten, mag dat praten? Ja, check. Dus ja, we gaan het zien, we gaan het meemaken wat we nog gaan doen. Maar ik weet het wel, denk ik, één ding, want ik heb echt weinig geslapen en dat komt al, slapen denk ik niet meer dat ik dat ga redden. Want Jeanette komt om 10 uur en Ronald komt om 12 uur. Dus zoveel slaap krijgen zal ik nou niet hebben. Dan heeft deze meneer waarschijnlijk vandaag nog meer slaap dan ik. Ja, dus ik hoef ook nou niet van meneer achter mij, van mijn liefdalige man, te horen van, ja, maar ik heb zo weinig geslapen. Nee, ik heb weinig geslapen. Oh. Hier ligt een potje kadoek. Ja? Yo. Is handig, toch? Deze gaat hem niet worden. Deze gaat hem niet worden. Die ligt een beetje... Die ligt inderdaad een beetje krommig, ja. Maar probeer eens. Gaat hij de... Gaat hij? Nee. Verkeerde buikbal. Ja, dat zeg ik. Je hebt een beetje opgestapeld, hè? Ja, daarom precies dat. Dus ja. Kijk eens wie lekker bij me ligt. Dat is Lady. Ja, en ik moet er ook zo uit, want Jeanette komt zo. En dan heb ik gewoon weer even een uurtje op bed gelegen. Oh jongen, ik ben moe. Oh man, ik zit al de hele tijd naar de camera te kijken van, moet ik er al uit? Komt Jeanette er al aan? En Jeanette komt in principe om 10 uur en het is nou bijna 9:55. Dus echt uit. Brrrt. In geen zin. Ja, was ook niet echt een goede optie. Gewoon vandaag. Om eigenlijk gisteren rood naar zijn werk te brengen en dan weer op te gaan halen. Boe. Krijg ook vandaag nog Ronald. Dat is denk ik ook weer voor dik 1,5-2 uur. Zoiets, gewoon geen idee. We gaan het zien. Hij komt om 12 uur. Rond, ik denk zoiets rond... uur of twee dat hij weer weggaat. Of 2:30 kan ook. Maar ik weet wel, hij doet zijn werk heel goed. Ja. Echt. Dus ja. En als je net komt op 10 uur, wat ik net al zei. Ja, goedemorgen. En die is er denk ik ongeveer alleen maar een uurtje of 1,5 uur. Dus mooi. En als ze rond 1:30 weg...
gaat naar 11. Oh, kijk, ook weer ongeveer een uur en een kwartier weer liggen. Tussen die tijden door. Dus ja, ik ga me weer even aankleden. En dan met Lady weer even naar de woonkamer. Eventjes een vlog editen en eventjes de spullen bij elkaar pakken. Wat Jeanette weer mag gaan doen vandaag. Ja, dus dat ga ik even doen. Ga je het vertellen dan? Wat is er dan? Ga je het vertellen? En nou niet? Ga je het niet meer vertellen? Hoi, je wordt bruin. Jou wel. Wat is er dan? Hoi, puppe de pup. Je wordt bruin. Ja, echt wel. Echt je wel. Jij wordt bruin. En je wordt grijs. Oh, mag ik dat niet zeggen? Light, nee, hey. Lady. Ledo. Mag ik dat niet zeggen? Dat je grijs wordt. Oh, is dat zo? Maar het is wel... Nee, niet krabben, Light. Nee, 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 nee. Kom hier. Nee, nee. Nee, we gaan niet krabben. Nee. Kom hier. Ja, je ziet... Oh, wat? Lekker even aandacht, hè? Krijg je ook nooit, hè? Aandacht, hè? Oh, ja, is dat zo? Mag ik jou niet inzoomen dan? Mag ik niet inzoomen op jou dan? Moet eens kijken. Nee, doe. Lido. Ga niet krabben. Hallo. Jammer, hè? Moet eens kijken hoeveel mooie grijze haartjes je hebt. Werst. Oh, ga je weer... Oh, ja. Overloopster. Hey, Drakkie. Nou. Drak. En hier hebben we Spido. Hij is schat. Hey. Waarom kijk ik iedere keer een andere kant op? Hey. Oh, moe. Wat zei ik nou? Nee, ben je niet, hè? Nee. Zo. Ik lig weer op bed. Het is inmiddels al, nou ja, hoe laat is het? Het is al 14:38. Het is al dus al half drie geweest. Ik heb Rauw even nu net een berichtje gedaan dat ik nu pas weer ga slapen. Ja. Dus ik ga ook nu eventjes aan mezelf denken. Ik heb Rauw ook gevraagd of hij Lady eventueel even kan uitlaten. Ja. Dus dat komt helemaal goed. En dan, anders bel ik hem zo meteen wel even. Joh, luister, ik ga nu pas slapen. Je hebt je in principe je ding gehad. Ik vind het goed. Dus ik ga nu even slapen. Ik heb even mijn rust nodig. Die ga ik ook even pakken. Dus het komt helemaal goed. Jullie zien mij later straks wel weer. Het zal. Hij hoort me nou niet volgens mij. Nou, sta. Zoals jullie. Nee. Sta nu lekker op een kom. Ja. En de dames. Deze staat. Zit hier. Hij. Wees ook koekie. Straks koekie. Ja. Witty. En daar ligt Lady, mijn grote vriendin. En daar ligt Lovely, mijn andere kleine grote vriendin. En hier zit mijn hele mooie tweekleuroogvriendin. Ja, mijn tweekleuroogvriendin. Oeh, moet je een grapje doen? Oh ja, wat een zucht. Ja, wat een zucht. Maar ja, zoals jullie dus zien en begrijpen, ben ik dus wakker. Ja,
Ik heb Ro ook aan de telefoon. En die ga ik zo meteen gewoon weer lekker naar zijn werk brengen. Ja, ook al ben ik nog heel erg moe, maar dat maakt niet uit. Ik heb het beloofd en belofte maakt schuld. Dus die schuld ga ik gewoon ik kom er niet uit, joh. Hè? Gewoon even doen. Dus, en Ro die liep dus al naar beneden, waarom weet ik niet. Maar oké, het zal wel. Dus ik ga ook de hondjes nou lekker op de gang deponeren. Nee hoor. Dames, gang. Kom, op de gang. Kom maar. Weet jij ook? Kom. Gang op. Kom. Kom. Ja, dan doe ik het zo. Kom, gang. Weliswaar. Kom maar. Goed zo. Op de gang, hè. Ja. Lekker op de gang. Kom maar. Ja. Hup. Wazig. Ja, jullie waren even wazig. Ja. Wat is het nou? Nee, doorlopen. Kom, doorlopen. Gang op. Kom. Lopen. L-O-P-E-N. Kom, lopen. Hobbelen. Ja. En dan moet ik even sleutels hebben van de auto. En van thuis. Want anders dan is het moeilijk, hè? Ja. Om er weer in te komen. Ja. Zo, dan ga ik even hier mijn sleutels pakken. Hun even zo houden. Vind ik leuk. Hij leed. Hij. Sleutel 1. En mijn huissleutels. Dat is 2. Zo. Hij leed. Hi, Lovery. Ja, mama is zo weer terug. Echt wel. Degelijk wel. Huh? Huh, beauty. Oh, hi. Nou, ik zeg... wat zeg ik altijd? Tot straks. Laters. De vlog die is dus nu aan het editen. Dat is voor morgen / vandaag. Om 2:00. Ja, inderdaad. Zeer zeker. Maar ja, het is niet zo'n hele bijzondere vlog geworden vandaag. Maar ja, dat kan ook soms gebeuren als je gewoon onwijs moe bent. En weinig slaap hebt gehad. Maar ik hoop wel dat we jullie hebben kunnen entertainen. Maar vond je dit nou wel weer een... Ja, ik zit lekker aan de cola, jongens. Ja, aan de cherry cola. Maar vond je dit nou wel weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker niet te abonneren hier beneden. Doe het belletje aan, doe het duimpje omhoog en laat even een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen. Ciao!